Het thema van Maria uit uh, Tango Nuevo, operet uh, Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla. Staat op de nieuwe CD van het uh, Zvezdoliki Ensemble. En de CEO van die groep muzikanten die zit hier bij me, Oriana Dierink. Heel goedemiddag. Goedemiddag, Olaf. Um, Oriana, je bent leidster en fluitiste bij het ensemble met de tongbreker als naam. Dit uh, bakte een andere presentator er even geleden van. Vez, zvez do, zvez do ensemble. Ja. Het Zvezdoliki-ensemble. Ja, ik ga de naam niet te vaak meer zeggen zelf, maar uh, jullie bestaan al bijna tien jaar. Maar wil je nog één keer uitleggen wat die prachtige naam Zvezdoliki betekent? Uh, letterlijk betekent uh, in het Engels: zou je er Starface van kunnen maken. In uh -huh. het Frans wordt het dan Le uh, de Roi des Étoiles. Okay, dus, de Koning van de Sterren. Prachtig. Het is gebaseerd op een gedicht of zoiets, geloof ik. Uh, het? Ja, een Russisch gedicht van begin 20e eeuw. Geschreven door Konstantin Balmond. Mm -hmm. Die ook nog gedichten heeft geschreven die zijn gebruikt door Rachmaninoff. En Prokofiev, Stravinsky ja. heeft ook nog ander werk geschreven. Met gedichten van hem. En dat is heel, um, ja, heel visionair eigenlijk. Het is eigenlijk meer een beeld dat hij opschrijft dan echt. Uh, Я первый он рёк, и последний, и кулка ответили громы, час жатвы, сказал звездоликий. серпы приготовьте, аминь. Мы верной толпой восстали, на небе алели изломы, и семь золотых семизвездий вели нас к пределам пустынь. Dankzij jou heb ik het één deel ervan verstaan. <laughs> het was Zvezdalik. Ja, het is een dus, dood. Uh, woord. We ja, Koning verstaan. van de Sterren. Nu, we gaan zo meteen nog een stukje uit jullie jongste CD Maria de Buenos mm -hmm. Aires, uh, laten horen. Dat is volbloed muziek van Piazzolla, vol passie, vol energie. Ja. Maar het is eigenlijk een heel triest verhaal. Hè? Wie is Maria? Maria is een meisje uit de, een buitenwijk uh, van Buenos Aires, mm -hmm. die uh, een beetje op een doltocht is op een bepaalde avond. En die. Uh, in de binnenstad ja, wordt verleid of lastiggevallen of meegesleurd door een paar uh, lusje figuren. Mm. <laughs> en dat kost haar eigenlijk uh, haar leven. Ja. En dat is het, het concrete gegeven waarin dat dan al die beelden en al die symbolieken. Uh, Passeren. Ja. Ja, nu zijn het in principe geen tango-ensemble. Jullie spelen nee. eigenlijk alle mogelijke vormen van klassieke muziek. Ja. Maar voor deze opname hebben jullie uh, Sves uitgebreid tot veertien muzikanten. <laughs> ja, dat Oud. was wel een uzare stukje. Ja, en twee ja. zangers. Uh, we hebben net uh, Raffaele uh, hebben al kunnen horen. Ja. Hè? Raffaele Green onder andere. En Alejandro, hoe heb je die mensen gevonden, die zangers? Uh, Raffaele heb ik uh, ontmoet via Pascal Montauban. Mm. En Alejandro heb ik uh, via het uitsteken van allerhande voelspritende uh, gevonden. <laughs> zo, <laughs> zo gaat dat ja, 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 absoluut. Voilà. <laughs> voilà. Jullie gaan volgend jaar ook nog toeren met dit project en je zoekt nog extra zangers, zag ik op je ja. website. Ja, omdat uh, data soms vast komen te liggen, heel lang op voorhand, mm -hmm. en mensen kunnen ziek worden of uh, ineens uh, de solo-rol van hun leven in de Metropolitan Opera of zo. Ja, ik weet niet, er kunnen altijd dingen gebeuren waar dan waardoor dat plots toch niet ja, kan. In, je zoekt eigenlijk invallers eigenlijk voor je, voor je hoofdpersonages dan? Ja, ja. ja, ja. Okay. Dus, uh, Ik heb gekeken, auditie is trouwens op 11 januari. Mensen schrijven in je agenda, zangers, uh, om twee uur in het Lemmens Instituut. Maar er ja. uh, staat ook uh, een link op onze website, op onze mm -hmm. programmapagina. Nu, dat album Maria de Buenos Aires is uh, volledig live opgenomen in de studio, met ja. publiek erbij. Ja. Speel je beter met, de, met een publiek om je, of geldt dat... Echt voor deze muziek? Dat geldt ook wel voor mezelf. Ik speel beter als er mensen bij zitten. En als je die spanning van dat podium een beetje voelt. Mm -hmm. um, en ik kies ook wel de mensen waar ik mee speel, kies ik daar ook wel een beetje naar. Ja. Dus um, podiumbeesten. Podiumbeeste, ja. Echt wel, ja, zelf ook. En dan heb je dan ook misschien meer het gevoel dat je een soort van rokerige zuid Amerikaanse bar aan het spelen bent? Soms wel, ja. Ja, ja. En ook wel, ja, al die beelden. Terwijl je zit te spelen, ziet je eigenlijk ook dat verhaal euh, zich afspelen. Zich afspelen ja. voor je ogen ja. dan. En je ja. hebt dus ook het publiek aangemoedigd om zoveel mogelijk te roken en te drinken in de studio. <laughs> dat mocht niet van Hans, denk ik. Helaas, uh, ja. helaas. Maar dat had in elk geval de sfeer wat mee kunnen bepalen. Goed, ja. in elk geval, morgen uh, ga je ook in je, in je sas zijn, want jullie mogen morgen ook live spelen ja. in de zevende dag. Ik zei het ja. juist, dat is een heel avontuur, hè, neem ik aan. Dat is behoorlijk spannend, ja. Ja, en uh, live ook, dus dat is ook nog weer extra. Uh, maar dat is wel een beetje een kolfje naar ons hand, denk ik. Uh, ja, en dan ja. kijken veel minder mensen naar dan naar dit programma luisteren. Hoor. Keken, uh, ja, ik weet het niet meer, al die politieke trobbels, uh, zou dat wel eens terug bekeken wel eens kunnen, kunnen dat worden. Bekeken is. Ja, ik denk het extra druk, dat is ideaal voor jullie. Ja. Uh, eigenlijk moeten we nog even zeggen, dit project, uh, Maria de Buenos Aires, is ontstaan als een benefiet in 2016. Ja. Hoe is ja. dat dan precies? Wel, uh, één keer in de drie jaar organiseer ik een benefit ja. met het ensemble. Nood um, uh, ja, voor nood. He, ja. De eerste is met een T, en de tweede met een D. Hmm. Um, om geld in te zamelen voor de dakloze werking in Antwerpen. Ja. Um, we hebben dat de eerste keer gedaan in de Sint-Adriekse En dat was eigenlijk direct. Ja, Goed opgevolgd. Maar het stabbed ja. mater zeker werkte. Ja, dat werkt, hè? ja, ja en toen zijn we wel een beetje stout geweest, want hebben we hebben daar arrangementen van gemaakt. Schandalig. <laughs> van het heilige ja. stuk. <laughs> um, maar ja, het is ook een stukje experiment, zo'n ensemble. Dus, um, ja. Ja. En dus nu is dat het mater, je Maria, dan heb je nu dat, dat meisje. In, ja. uh, dus er zit altijd vrouw in de hoofdrol, blijkbaar. Mm, ja, ik probeer elke keer een andere um, verschijningsvorm zeg maar, van de vrouw of een andere perceptie. Ja, dus 2013, 2016, en ja. 2019 is volgend jaar. Dus ja. volgend jaar komt er een nieuwe in de Er komt een Bot. nieuwe in maart, ja. En, en heb je al een idee? Welke vrouw, uh, rond welke vrouw gaat het nu? Dat ga ik nog niet verklappen, mag ik ook nog niet verklappen, maar um, ik ga vertrekken van um, Perth en Britain. Hmm. En um, het wordt een combinatie van de traditionele klassieke muziek met uh, niet-westerse elementen, zal ik zeggen. Ja. Ja, ja, dat is, dat is relatief <laughs> vaak. Maar je begint al, al heel concreet te worden in je hoofd. Ja, ja, bij mij wel. Maar ja, het moet nog uitgewerkt worden en er moeten nog uh, wat partituren gevonden worden. En mm. Dat is soms heel spannend. Zoals ook met Piazzolla dat heb ik een jaar gezocht uh, naar een bruikbare partituur. Dus ja, zo lang meer? Ja. En ja. hoe komt dat het zo lang duurt? Moeilijk te vinden of slecht uitgegeven of uh, heel duur. Of uh, ja, alle redenen die het... Uh, ja, Moeilijk maken om die muziek toch uh, speelbaar te houden. Ja. Dat is niet evident. Ja. Ja, dat is een beetje recht. zonde ook. Al ja, de muziek is er toch in de eerste plaats om uh, uit voor, uh, gespeeld te worden. Vooral niet op papieren ja. staan, nee, vind nee. ik. Nee. He, dat, <laughs> dat hebben jullie sowieso al gedaan. Dus mensen, als je nog centen over hebben, thuis na de ondertussen al 16.785 euro die we gisteren met Clara voor live hebben opgehaald. Ja. Ik ga een link uh, op onze programmapagina op Clara.be zetten naar de website van het Svesdo Doliki Ensemble en Oriana Dierink. Uh, ja, om dus die nood voor nood volgend jaar zeker een vaste mee in het oog te houden en mee te steunen. Dat zou heel fijn Super, zijn. Ja. Oriana, ik wil je heel hartelijk bedanken uh -huh. om langs te komen bij mij in de studio hier vanmiddag. Dag, Geen probleem. <laughs> Dit zijn nog twee delen uit Maria de Buenos Aires, hun jongste serie.